games zijn ook een uiting van mensen, een groep mensen, één persoon, wie het ook is die het maakt, die probeert iets te delen, een gevoel of een ervaring met iemand anders, waar jij dan als ontvanger en medespeler weer waarde uit kan creëren. Mm-hmm. En besef voor jezelf, een begrip voor, over jezelf en over de wereld. Mm-hmm. Dus hoe is dat niet kunst? Welkom bij TechDenkers. Mijn naam is Isabel Sheridan en ik ben de moderator vanavond. Vanavond duiken we in de kunst achter de game. Een programma dat ik gemaakt heb samen met mijn collega Rosalie Dielissen. Afgelopen jaar bedroeg de omzet van de game-industrie bijna 200 miljard dollar. In 2006 was het nog maar een magere 8 miljard. Voor liefhebbers zijn de games de ideale samensmelting van technologie, kunst en storytelling. Kaskrakers als The Last of Us en God of War schitteren niet enkel door hun indrukwekkende visuals, maar ook door hun soundscapes, meeslepende verhalen en memorabele personages. Desondanks blijft de erkenning voor games als kunst veelal uit. Hoe zit dat? Graag een warm applaus voor gameontwikkelaar Rami Ismail en techjournalist Lem Maassen. Even een korte introductie voor de mensen die jullie misschien nog niet zo goed kennen. Rami, jij bent misschien wel een van de bekendste Nederlandse gamemakers. Altijd fijn hè, als de moderator hier direct zegt, oh God. Kijk, je bent hier geweldig. Ja. Nou, je bent wel, het is wel waar, je bent misschien wel een van de bekendste gamemakers van Nederland. Je maakte lange tijd deel uit van Studio Flambeer, dat in de prijs viel met games als Ridiculous Fishing en Nuclear Throne. En momenteel ben je wereldwijd actief ook als game consultant, als gameontwikkelaar. Je vliegt ook de hele wereld rond. Ja. Je heeft ook advies op plekken waar games maken misschien niet altijd vanzelfsprekend is. Ja. En toegankelijk. Superleuk dat je er bent. Len, voor degene hier in de zaal die wel eens de NRC openstaan, dan zullen ze je ongetwijfeld kennen van je prachtige stukken over technologie, maar ook vooral over de stukken die je schrijft over games. Ja. Even ter bevestiging, ja, dat klopt, inderdaad. Inderdaad, ik schrijf voornamelijk over games voor NRC, maar ook voor de Slim Leven redactie over praktischere zaken. Ja, nou goed dat je er bent. Ik begon net dit programma door te vragen wat mensen spelen, wat ze bezig hield. Ik heb games van mezelf meegenomen, die ik belangrijk vind of die mij gevormd hebben in mijn, in mijn game-reiservaring. Anyway, ik vroeg me ook wel af, Len, om met jou te beginnen. Wat is eigenlijk de game waardoor jij verliefd werd op gamen? Of wat is jouw gateway game geweest? Dat is heel erg moeilijk om te zeggen. Want ik ben geboren in midden jaren 80. Mijn ouders begonnen binnen een jaar van mijn geboorte een eigen IT-bedrijf. En sinds dat moment zijn games en computers gewoon een deel van mijn leven. Dus ik kan je niet eens vertellen wat de eerste game is die ik ooit gespeeld heb. Mm-hmm. Het eerste wat ik me kan herinneren is dat ik Commander Keen speelde. Voor de mensen die het niet kennen, misschien heel veel korte beschrijving. Je speelt een jochie wat, als hij een speciale helm opdoet, verandert in een superheld die in een raket die hij zelf gebouwd heeft, allerlei aliens kan bestrijden. En het was een platformspel, dus je moest springen en proberen om op de juiste platformen te komen. En nou ja, dat is het eerste wat ik me kan herinneren dat ik ooit gespeeld heb. Maar ik zou je net zo goed kunnen vertellen over dat ik het schietspel Duke Nukem 3D speelde. En dan levels van andere mensen downloaden en dan de monsters uitzetten. Zodat ik gewoon kon bestaan in die wereld die ze hadden gemaakt. Eigenlijk wat grappig genoeg, wat Bennett ook al een beetje zei over dat je ook kan bestaan in een wereld. Dat is voor mij altijd een heel erg belangrijk onderdeel geweest van mijn liefdesverhouding met games. Is de werelden waar je in kan zijn, die je een gevoel overbrengen en een manier van denken. Ja. En dat zat er bij mij ook al heel erg jong in. Ja. Dus ja, ik kan je zo nog 5 games noemen. Ik heb er gewoon zoveel gespeeld al vanaf dat ik 3 jaar oud was. Ja, of zo, dat snap ik. Ja, dat weet ik ook van je. Rami, hoe zit dat eigenlijk bij jou? Wat was voor jou, weet je nog? Ja, ik weet het heel goed. Want dat was ook meteen het begin van mijn fascinatie met het maken van games. Ja. En dat was een heel vreemd verhaal. Want nou ja, ik ben Nederlands-Egyptisch. We waren niet echt een rijk gezin. Onze eerste computer die kregen wij van een oom van mij. Mm-hmm. En dat was voor mijn vaders werk. Ja. En daar stonden, dat was een MS-DOS computer, een 386. En dat betekent dat eigenlijk alles werkte met codes op de computer intypen. Ik was 6, ik sprak geen Engels. Ja. Ik las ook geen Engels. Ik snapte eigenlijk niks van wat er gebeurde op dat scherm. Maar het woord help in Nederlands is ook het woord
help in het Engels. Ja. Dus nou ja, ik heb een keer help ingetypt en toen kreeg ik opeens allemaal dingen op. Toen gebeurde er iets in die interactie met. Dus daar begon ik mee te spelen en nou ja, een aantal weken had ik door hoe dat ongeveer werkte. Mm-hmm. En er stond één programma op dat heette QBasic. Mm-hmm. En QBasic was geen spel, het was een programmeertaal. Mm-hmm. En om programmeertalen te leren aan de mensen die destijds computers gebruikten, mm-hmm. zaten daar dan voorbeeldprogramma's bij. En een van die voorbeeldprogramma's heette Gorillas. Gorillas. En Gorillas.bas, want zo heette die bestanden. Dat is een docu of een EXE of een JPEG, heette dat een BAS-bestand. Gorillas.bas was een spel dat je twee gorillas had op wolkenkrabbers, die dan bananen naar elkaar gooiden. En als je de banaan raak kon gooien door de goede hoek en snelheid in typen, dan won je. En ik heb het spel uren gespeeld met mijn broertje, maar de enige manier om het op te starten was de code inladen. Ja. En dan de code uitvoeren. Mm-hmm. En dat deed ik gewoon elke keer heel braaf. Maar op een gegeven moment werd ik dus heel erg nieuwsgierig. Ja, hoe werkt dat eigenlijk? Naar wat al die woorden op het scherm waren. En ja, ik snapte het woord if niet, of random, of wat dan ook. Maar wat ik wel snapte is dat ergens in die tekst stonden de woorden Microsoft Gorillas. En dat heb ik toen weggehaald. En daar heb ik toen Rami ingetypt. En ik was 6 en ik drukte op de knop van opstarten. Ja. En toen stond er opeens Rami op mijn scherm. Sick. En het idee dat ik woorden kon intypen op een computer die een spel zouden aanpassen, ja. Dat heb ik gewoon de rest van mijn leven nagelopen. Het grappige is dat dat eerder was dan dat je, dan dat je Engels leerde. Dat je eigenlijk al die gametaal ook spelenderwijze het spel leerde maken. Ik maak wel eens de grap dat ik het woord if heb geleerd als wat het betekent. In plaats van dat iemand me heeft uitgelegd wat het betekent. Dat was gewoon if x is 5. Ja. Nou ja, maar okay, logisch. Dat doet het dus. Natuurlijk. Als dat klopt, dan klopt het. Dus, mijn ouders snapten niet hoe het kon dat het eerste woordje dat mijn broertje kon lezen exit was. Maar jij wist het maar altijd goed. Ja. Dat is ook een mooi bericht eigenlijk naar jij als maker. Mm-hmm. Wat voor spellen ben je gaan maken? Ja, heel veel. Nou goed, die fascinatie die heb ik dus mijn hele leven heb ik nagelopen. Aan het begin kon ik natuurlijk maar heel weinig. Dus toen deed ik voornamelijk mods. En mods was als het ware, als er dan een spel was, dan zaten daar meestal level editors bij. En vroeger waren heel veel bestanden niet heel erg beveiligd. Mm-hmm. Dus je kon meestal gewoon de plaatjes openen. Dan heette ze stiekem.dat, maar als je ze dan in Paint opende, dan kon je ze aanpassen. Dus, nou goed, tegenstanders waar ik smileys op tekende. Op een gegeven moment leer je een beetje code, getalletjes aanpassen. Ging opeens je tank 16 keer zo hard. Of konden mijn vliegtuig opeens rijden, weet je. Nou ja, goed, dat soort dingen. Gewoon lekker aan het knutselen geslagen. Aan het knutselen, letterlijk. En op een gegeven moment ben ik begonnen met probeerde ik wat serieuzere games te maken. En ik denk dat iedereen die in de gamesindustrie werkt, eigenlijk begint met proberen te maken wat de teams bij Guerrilla Games maken. Weet je wel, enorme grote RPG's met quests en verhalen waar je een personage speelt die de wereld gaat redden. Blockbusters. Dat wil je eigenlijk altijd maken. Nou ja, als 12-jarige blijkt dat moeilijk is. Nee. Dat lijkt me wel, ja. Dus, wat ben je toen gaan maken? Ik ben die toen gaan maken, dat is niet gelukt. En toen ben ik op een gegeven moment overgestapt op Space Sims. Mm-hmm. Want ik had altijd wel een beetje fascinatie met vliegtuigen. Ja. Maar zwaartekracht was moeilijk. Zeker. Dus als je het dan in de ruimte doet, dan hoef je daar geen rekening mee te houden. Dus dat was erg makkelijk. Dus ik ben Space Sims gaan maken. En toen uiteindelijk ben ik naar de Hogeschool van de Kunsten Utrecht gegaan. Mm-hmm. Waar ik de opleiding Game Design and Development heb gevolgd. En daar ben ik toen mijn medeoprichter tegengekomen. Toen ben je Flambeer. En Flambeer maakte eigenlijk voornamelijk arcade games. En dat waren, dat zijn dus een beetje de, als je denkt aan de Pac-Mans en de Space Invaders en de Pongs, dat waren kortere spellen. Ja. Maar eigenlijk het punt was dat je ook best wel vaak afging, want die kwamen natuurlijk uit de arcadehallen. Ja. Waar je dus muntjes in de apparaat kon gooien. Dus het waren moeilijke spellen, kort. Ja. En wat wij met Flambeer eigenlijk probeerden te doen, was iets nieuws toevoegen aan bestaande formules. Iets dat je nog niet echt gezien had. En dan met hele kleine veranderingen in de spelregels gewoon compleet andere spellen maken. Ja. Dat was superleuk. Ik heb heel veel zeker geleerd spannend. Van Jan Willem ook over spelontwerp. Dus was voor mij gewoon 10 jaar echt heel interessant. Ja. Dingen leren, dingen maken. Nu doe ik het 15 jaar professioneel, denk ik. En ik heb intussen echt van alles en nog wat meegemaakt. Ja, superleuk. Het gaat snel. Het is grappig dat je dat zegt over de arcade games. Er is dit boek, dat heet Morgen en Morgen en Morgen. Het is grappig dat ik hou van games, maar ik heb het gekregen van een collega. Dit is een boek, voor de mensen die het niet kent, echt een enorme bestseller. Het gaat over vrienden die een game maken.
Dus ik vond dit heel fascinerend, omdat het echt gewoon games in de mainstream media was. En heel erg mooi boek. Maar daar staat ook een quote in die ik even aan jullie wil voorleggen. Wat is een spel, zei Marx. Het is morgen en morgen en morgen. Het is de mogelijkheid van oneindige wedergeboorte. Oneindige verlossing. Het idee dat als je blijft spelen, je misschien kunt winnen. Geen verlies is permanent, omdat niets ooit permanent is. Dat vond ik een hele mooie quote over oneindige mogelijkheden en wat het spel kan bieden. En deed me ook al direct denken aan wat je zei over arcade games. Van dat je steeds af moet gaan, maar dat je kan door blijven spelen en je kan misschien winnen. Ik vroeg me af, ja, hoe luisteren jullie naar deze quote? Len? Oh, nou, ik ga meteen heel erg nerdy met mijn hoofd naar Jesper Juul, een gameonderzoeker, aan denken. Mm-hmm. Die stukken heeft geschreven over wat hij de moeilijkheidsparadox noemt van games. We haten het om te falen, maar we zoeken toch graag situaties op waarin er een goede kans is dat we falen. Mm-hmm. En als ik het stuk nog wat hij daarover schreef goed kan herinneren, dan zegt hij, ja, daarom hebben games vaak zo'n grote aantrekkingskracht op mensen. Of niet, moeilijke games wel vaker een grote aantrekkingskracht op mensen. Want dit is een situatie waarin je dus die kans kan lopen om te falen. Maar het is niet erg als je het faalt. Je leert er wat van en je kan het blijven doen. En dat, je blijft evolueren. Ja, precies. En dat heeft iets heel erg bevredigends. Want op het moment dat je het wel lukt, dat is dan het bewijs dat het de moeite waard was. Iedereen die wel zijn eindbaas heeft getackled in een game, die zal dit zeker voelen. Hoe is dat voor jou, Rami? Hoe lees jij deze quote van die oneindigheid, die mogelijkheid? Ja, deels natuurlijk helemaal mee eens. Dat is een van de mooie dingen van games. Maar ik denk ook wat eerder gezegd werd, wat ik ook wel heel interessant vind, is het hoeft natuurlijk niet dat te zijn. Ik heb ooit gewerkt in 2010 aan een game die heette Glitch Hiker. Mm-hmm. En het idee van die game was dat als mensen dat spel speelden, verloor het spel een leven, niet de speler. En als je goed genoeg speelde, kon je levens terugverdienen. Maar iedereen op aarde die dat spel speelde, die speelde met de levens van datzelfde spel. En als er 0 levens over waren, dan verwijderde het spel zichzelf permanent van overal. Wauw. En dat was juist een beetje het idee om daarmee te spelen. Met het idee van dat spellen dit soort van oneindige hebben. Mm-hmm. Maar ja, als spelmaker vond ik het juist heel interessant om dan te kijken van oké, wat als dat niet zo is? Wat als er een spel is dat je maar 1 keer kan spelen? Of dat je niet opnieuw kan blijven spelen. Of waarbij opnieuw spelen juist iets veranderd is of het slechter maakt. En dat vind ik heel leuk om mee te spelen. Ik denk dat de kracht van games juist is dat spelenderwijze, mm-hmm. dat speelse van games, dat je dat eigenlijk op alles kan toepassen. Ja. Het maakt eigenlijk niet echt uit wat het is, want je maakt een soort van cirkel waarin de consequenties beperkt zijn tot het spel. Maar daarbinnen kun je eigenlijk mensen alles laten spelen. Ja. Van corruptie in Papers, Please, een van mijn favoriete games. Daar controleer je paspoorten. Dat is het spel. Dat is letterlijk het spel. Je controleert paspoorten. Super. En het is heel simpel, want je moet paspoorten stempelen. Je hebt een soort van handleiding die zegt van, nou, deze mensen moet je toelaten, deze mensen niet. En aan het eind van de dag doen ze dit hele slimme, hele kleine dingetje dat ze op het eind van de dag laten ze zien, je hebt zoveel geld verdiend. Mm-hmm. Je hebt zoveel betaald aan huur. Je hebt zoveel betaald aan eten voor de 4 gezinsleden. Je hebt zoveel betaald voor verwarming. En als je te weinig geld hebt, dan moet je kiezen. Mm-hmm. Tussen die dingen. Ja. En als je dingen kiest, dan krijg je daarna ook een berichtje met. Het zijn gevolgen van. Je familielid heeft verkoudheid gekregen en je hebt nu medicijnen nodig. En dat begint heel rustig, want je verdient in principe genoeg hoe meer paspoorten je stempelt. Ja. Weet gaat, dus je gaat gewoon lekker vlot. En dan komt de tweede dag en dan komt er een extra regel bij. Ja. De politieke verhoudingen zijn wat geschoven. En nou moet je ietsje langer doen over ieder paspoort. En dan de derde dag nog ietsje langer. Je verdient steeds minder geld. En je moet steeds meer keuzes gaan maken. Je maakt fouten, want je hebt haast. Ja. En daar krijg je weer straf voor. En dan kun je je baan kwijtraken. En dan ben je game over. En op een gegeven moment komt er iemand langs. En die zegt gewoon van, hey, luister, er komt zo meteen komt iemand langs. Dit is hun naam. Hier is 100 euro. Als je die doorlaat, dan kom ik terug. Krijg je nog eens 100. Fascinerend. Dat is echt letterlijk, het zijn maar woorden op het scherm. Ja. Het is echt gewoon letterlijk heat, food, medicine. Dat is het. Maar het is genoeg om je te laten geloven dat het waar is. Om je dat gevoel te geven. Nee, Papers, Please was voor mij een openbaring toen ik het voor het eerst speelde. Want het gaf mij voor het eerst een beetje een gevoel bij iets waarvan ik dacht, dit fascineert me al heel lang aan games, maar ik snapte nog niet. En dat is namelijk het idee dat interactie op zich ook al een taalvorm is. Mm-hmm. Waarmee je mensen kan aanzetten om over onderwerpen na te denken. Mm-hmm. En ik dacht, wat ongelooflijk
Dat we nou dus een nieuwe taal voor... Nou ja, goed, spel is natuurlijk een breed complex, maar dat we deze digitale manier, deze taalvorm kunnen aanslaan en er ook gebruik van kunnen gaan maken en gaan onderzoeken hoe we daarmee nieuwe betekenissen kunnen maken. Ja. En Papers, Please is daar echt een fascinerend voorbeeld van. Want zeker als je een beetje een moreel ingestoken persoon bent, dan kom je situaties tegen in het spel waarop je het opeens heel erg moeilijk krijgt. Van, deze persoon, die mag ik eigenlijk niet doorlaten, maar het is zo'n schrijnend geval. Maar als ik het wel doe, dan raakt mijn familie in de knoop. En dat zet je ook weer aan het denken over wat je in jezelf in zo'n situatie zou doen. Ja. En waarom andere mensen misschien verschrikkelijke keuzes maken die je niet kan begrijpen. En dat spel je dwingt om wel een keuze te maken. Je hebt helemaal geen zin om hierin terecht te komen. Je wil helemaal geen keuze maken tussen familie en je huur en het eten. En toch doen we het vrijwillig, want het is een spel. Nee, nou. Dat is denk ik wel echt het mooie eraan. En ik vind het ook leuk wat Len zegt over taal, want ik snapte dat van de taal. Ik ben spelontwerper, maar dat idee van de taal van interactie, hoewel ik er dagelijks mee bezig ben, ik denk dat dat pas echt bij mij binnendrong toen mijn moeder ging gamen. Ja? Ja. Wanneer is zij gaan gamen? 7 jaar geleden. Zo ergens begin van haar 60er jaren. Een hele goede tijd om te gamen voor de mensen moeten gaan beginnen. Wat dus grappig is, het was voor mij echt belangrijk dat ze de game speelde die ik speelde. Want ze volgde mijn carrière al heel lang en ze praatte mee over de mensen en ze las het nieuws. En ze wist, weet je, ik kwam een keertje thuis van een reis en ik zei van, nou, ik was op bezoek bij Phil. En toen zei ze, oh, Tibetotsky? Nee. Oh, Spencer. En ik zei van, hoe ken je al die namen? Maar zij las gewoon iedere keer het gamesnieuws, zodat als ik terugkwam van mijn reizen, dat ze kon snappen waar ik het over had. En ik heb op een gegeven moment tegen haar gezegd van, nou, dan gaan we gaan gewoon een Xbox voor je halen en we gaan gewoon gamen. En zij ging toen, we zijn toen begonnen met Final Fantasy 15. Dat is een enorme game. En dat is een fantasiewereld waarin je... Mijn moeder houdt heel erg van Lord of the Rings, maar de Lord of the Rings games zijn best wel gewelddadig. Ja, dus dat klopt. Final Fantasy heeft eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal van een aantal tieners, jongere mensen die op reis gaan om het kwaad te verslaan en uiteindelijk tegen God moeten vechten. Dat is een beetje het idee van Lord of the Rings en dat is ook een beetje het idee van Final Fantasy. Grote epos, ja. Dus ik dacht, nou prima, die gaan we spelen. En wat ik toen heel bizar vond is, er is in games is dit concept van... Nou ja, goed, er was op een gegeven moment was er een missie vrij vroeg in de game. En daar kom je de slechterik tegen. En die slechterik die is echt heel Japans, want het Japanse game is heel Japans gecodeerd als een soort van onbetrouwbaar iemand. Dus die heeft een lange zwarte jas aan. Waarom is dat heel typisch paars. Japans? Ja, dat is gewoon hoe de Japanse cultuur dat concept van een soort van dubbelzijdig, niet helemaal betrouwbaar persoon uitbeeldt. Als zijn hoofd een beetje gedraaid en het muziekthema erachter is ook een beetje discordant, weet je wel. De laatste noot valt gewoon niet helemaal lekker. Er is iets mis hier. Er is iets mis hier. Ja, ja, ja. En ik was gewoon heel erg benieuwd of mijn moeder dat zou snappen. Ja. Dus op een gegeven moment kreeg ik een belletje van mijn moeder en die zei van, nou Rami, ik was in Golden Key en dat is waar je hem tegenkomt. Ja. Dus ik was van, oh, leuk, spannend. Wat ongelooflijk lief. En die zegt, en ik kwam hem tegen, ja, ik vertrouwde er helemaal niks van. Ik zeg, nou vertel. En ze zegt, nou, hij had helemaal zwart aan. Ik van, oké. Okay. En toen ging ik met hem praten en ik van, oké. Okay. En toen probeerde die me allemaal pistolen te verkopen. En ik heb zoiets van, hè? Want dat doet hij niet. Het is de slechterik. Hij zegt wat dingen en dan verdwijnt hij. En ik heb zoiets van, waar heb je het over? Maar in games hebben we iets dat heet een shopkeeper. En dat is dus iemand die eigenlijk als winkel fungeert, zodat je upgrades kan kopen. Ja. En die staat dus op de hoek van die haven. Dus toen zij daar naartoe liep, toen kwam ze die persoon tegen. En toen ging ze met diegene praten. En die persoon die deed opeens van, hey, wil je wapens kopen? En mijn moeder had zoiets van, absoluut niet. Nee. Dus die vertrok weer. Ja. Die is nooit die slechterik tegengekomen. Oh, wat grappig. Maar wij hebben in ons leven, hebben we met het gamen, hebben wij gewoon een taal geleerd die wij nu accepteren als waar. Ja. En voor ons, omdat die er al zo lang in zit, is dat niet meer vreemd. Dus mijn moeder zegt af en toe dingen van, ik zou zeggen van, ja, je hebt gewoon totaal gelijk. Als je een muur met een barst tegenkomt met een game. Ja, die sla je kapot. Die sla je kapot, inderdaad. Ja. Dat is de schatkist. Of als je een randje ziet, kan je op. Je ziet het twinkelen. Mijn moeder ziet die barst en die heeft zoiets van, nou, daar moeten we voorzichtig mee zijn.
Dus je doet echt totaal tegen alle verwachtingen. Dat is zoveel logischer dan wat wij doen. Ja. Maar we hebben die afspraak op een gegeven moment gemaakt, dat is hoe het werkt. Ja, en als je eenmaal, als je genoeg games speelt, dan leer je die taal en dan leer je dat herkennen. En dan gaat het steeds soepeler. Maar... Ja, het is een soort van literair vermogen van games. Ludo-literair vermogen. Ik weet niet, er zal wel een woord voor zijn. Er zal vast een woord voor zijn. Maar ja, ik vind dat fascinerend. Ja. Ja, ja nee, ik blijf het ook heel interessant vinden. En zeker ook... ik zit de laatste tijd heel erg veel na te denken over games die iets kunnen laten zien van een cultuur die ik niet begrijp. Mm-hmm. En dan denk ik bij mezelf, dit is eigenlijk een perfect medium om dit mee te doen, want de onderliggende taal begrijpen we allemaal. Mm-hmm. Als ik een Japanse film kijk, dan struikel ik er vaak over dat ik de taal niet begrijp en dat ik de conventies niet begrijp. Maar van een game weet ik ongeveer wat de conventies zijn. Mm-hmm. En heeft iets universeels. Ja, het heeft iets democratisch universeels. Dus dan speel ik een skate game met een kookgehalte wat gaat over een Indiaanse immigrantendochter in Amerika, die een LHBTI-achtergrond heeft en een moeilijke relatie heeft met haar ouders en ben ik vat allemaal niet. En terwijl ik deze games aan het spelen ben, die voor mij heel erg normaal en natuurlijk aanvoelen, leer ik zo verschrikkelijk veel. Ja, je stapt in de schoenen van een ander. Ja. Dat is natuurlijk iets wat games biedt, dus, wat echt enorm waardevol is. Dus voor mij is dat taalvermogen is zowel de grootste drempel van games, want je moet mensen aanleren hoe ze die taal moeten spreken, en tegelijkertijd ook de grootste potentie van games. Ja. Omdat het zoveel ruimte openmaakt voor ons om gewoon lol te hebben terwijl we dingen leren Zeker. Over andere mensen. Iets waar heel veel mensen moeite mee hebben om interesse te tonen in andere volken, andere culturen. En dat spelenderwijze. Aan het begin zei ik natuurlijk van games worden soms niet als kunst gezien. In ieder geval niet als volwaardige kunstvorm. Ook aan de talkshowtafel zie ik weinig gameontwikkelaars. Ik zie hoe er eigenlijk in mainstream media vrij weinig over gesproken wordt. Len, jij bent journalist en jij werkt wel voor een grote krant en je schrijft daarover games. Waar denk je dat dit aan ligt, wat ik nu voorleg? Nou, er zijn twee factoren. Eén daarvan is gewoon, het is nog een jong medium. Je ziet ook bij film, de grootste, bekendste, belangrijkste films, die komen eigenlijk pas te komen in ongeveer hetzelfde timeframe als waarin we nu zitten met games. Mm-hmm. Dus dat speelt zeker een rol, de mensen moeten eraan wennen. Maar ik denk ook dat mensen gewoon weinig contact krijgen met games. De gemiddelde persoon die niet is opgegroeid met games of die niet meer gamet, die heeft weinig idee van wat er speelt in die wereld. Mm-hmm. Wat ik merkte toen ik bij de NRC aankwam en met mijn collega's er begon te praten, die vaak veel ouder waren dan ik, was dat ze juist ongelooflijk geïnteresseerd waren in wat er allemaal gebeurde. Maar ze hadden er geen besef van. Weet je, ik krijg nog steeds af en toe van die grapjes van, oh, jouw game event waar je naartoe gaat is 18+. Mogen mensen van boven de 35 toch ook komen? En dan zeg ik, ja, maar de gemiddelde gamer is 35. Mm. En dan krijg ik echt zo'n blik van, echt waar? Hoe dan? Hoe komt dat? Ja. Weet je? Dus mijn gevoel daarbij is gewoon, het algemene kennisniveau van heel veel mensen over games is niet erg hoog. En dat komt omdat ze er vaak niet mee in contact komen in een andere context dan wanneer hun kinderen gamen. Wanneer de kinderen van de collega's gamen enzovoorts. Ja. En dan wordt het waarschijnlijk vaak meer gezien als voor hen, niet voor mij. Ja, weet je, ik blijf het maar over mijn arme collega's hebben. Maar ik heb een eindredacteur, een geweldige vrouw, die niks van games af weet. En toen die voor het eerst onze lijst... We introduceerden een lijst van de beste games van dit moment. Mm-hmm. En toen ze dat door aan het lezen was, en ze kwam games tegen zoals Pentiment, wat gewoon gaat over de 15e eeuw, zo wennen aan de moderne tijd. Mm-hmm. Drukpers komt aan en er gebeurt een moord en dat moet je zien op te lossen. Maar het is allemaal heel erg mooi geschreven. Het lijkt een beetje op een oude Bijbel, dat soort dingen. En zij keek ernaar en ze zegt, ik wist helemaal niet dat zoiets bestond. Ja. Toen jij zei, lijstje met beste games, verwachtte ik eigenlijk dat ik allemaal van die dezelfde schietspellen zou zien die mijn kinderen keer spelen. Ja. Dus ik merk gewoon in ieder geval zelf, in de loop van mijn werk, dat mensen gewoon weinig besef hebben nog steeds van wat er speelt. Ja. En daarom heb ik bij mezelf op een gegeven moment ook besloten van, ja, ik kan al hele traktaten gaan schrijven over waarom mensen games moeten gaan spelen. Maar ik kan veel beter gewoon gaan beschrijven. Laten zien wat er wat ook games echt is. Met ons doen. Ja. En daar merk ik dat mensen er heel erg goed op reageren. En dat je daardoor ook wel ziet dat mensen meer beginnen te accepteren dat het een kunstvorm is. Ja, hoe zie jij dat, Rami? Ja, ik denk dat er eigenlijk... Het mooie en jammer aan games is eigenlijk spel. Hmm. Right? Spel is ontzettend krachtig. En we zien dat als... ik denk dat iedereen die met spel werkt het ook ziet als een van de krachtigste dingen op aarde. Ik bedoel, we spelen al sinds het begin der tijden. Ja. Wat Len al zei, je kan spel gaat over talen heen. Als je een bal op de grond legt en je trapt hem naar iemand,
trapt de ander hem terug. Ja. Dat is, daar hoef je niet voor te kunnen praten, daar hoef je verder niks voor te kunnen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is er een soort angst in de maatschappij gekomen voor speelsheid. En dat gebeurt zo ergens in onze tienerjaren, dat het opeens allemaal, dan moet het opeens serieus, dan moet het leven, weet je, het leven wordt te belangrijk en we gaan niet meer spelen. We worden volwassen. Maar we doen het nog wel, stiekem spelen we nog. Weet je, stiekem willen we nog steeds spelen. Ik denk dat vanaf het begin der tijden speelt de mens, de spelende mens. Zo leren we, zo hebben we leren overleven, zo hebben we taal geleerd, zo hebben we muziek geleerd. Spel komt voor alles. Ja. Is dat een menselijke impuls? Maar in onze huidige maatschappij wordt het gewoon nog steeds te veel gezien als kinder. Als vermaak. Maar het is jammer, want we zijn op zich akkoord met vermaak. Ja. Films, natuurlijk. Voetbalwedstrijd kijken, dat is spel. Daar zijn we het helemaal mee eens. Ja. Maar spel in een redelijk pure vorm, daar zijn we bang van. Ja. En dat is waarom we het heel weinig zien. Want het is op zich bizar als je kijkt naar talkshows, jij noemt die. Als je kijkt naar de grootste gamesproducties van Nederland, de meest succesvolle gamesmakers van Nederland. Ja. Gaan we zo in spreken? Ja, Guerrilla Games. Mm. Dat is, zover ik weet, gewoon de allergrootste mediaproductie in Nederland gemaakt. En niet een beetje, maar echt met een afstand van een veelvoud. Ja. En dat wordt wereldwijd door miljoenen mensen gespeeld. Enorm, ja. Ja, ik vind het ook wel interessant wat je zegt van ja, we vinden het niet iets wat bij volwassenheid hoort. Want ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dat komt voor een deel ook omdat de games die toen ik volwassener werd uitkwamen nog steeds voornamelijk over mannen gingen. Mm-hmm. Maar het kwam ook omdat ik ouder werd en ik dacht oké, ik ga naar de school voor journalistiek. Ik moet een serieuze journalist worden, dus ik game niet meer. Ja. En toen kwam ik toevallig in de les te zitten met een jongen die wel gamede. En ik zei tegen hem, ja, goh, ik heb wel iets gezien in een Dragon Age dat je tegenwoordig een LHBTI-personage in een game kan spelen. En hij bleek een enorme fan te zijn van Mass Effect, de serie die door dezelfde maker werd gemaakt. Het is een science-fiction-serie waar je ook op die manier invulling kan geven aan je eigen personage. En ik ben naar de winkel toe gegaan. Ik heb Mass Effect 2 gekocht toen het uit was. Ik begon te spelen. Ik ben na 2 uur weer terug naar de winkel gegaan. Ik heb deel 1 gehaald. Want ik besefte me opeens, ik heb hier iets aan als volwassene. Dit doet iets met mij. Dit gaat over dingen die ik nu meemaak, emoties die ik nu meemaak, connecties die ik nu leg. Dit gaat niet meer. Dit is niet meer Commander Keen, dat jochie wat ze. Het evolueert. Ja. Maar het medium waar ik zo van hield als kind is met mij meegeëvolueerd. Mm-hmm. Daar kan ik zelf ook mee meegroeien. Ja. Maar ja, als ik dat triggermoment niet had gehad, als ik niet een jongen in de klas had gehad die tegen me had gezegd, hey, jij moet echt Mass Effect proberen, dan was weet je ik niet of ik hier nu had gezeten. Ja. En dan nog heel veel een laatste ding voordat we ook doorgaan en nieuwe mensen aan tafel halen. Dat idee van kunst, hè? Dat dit kunst is of niet kunst is. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik vind het ergens een belachelijke vraag bijna. Ja, niet jou belachelijk, maar ik vind het belachelijk dat we hem nog steeds moeten stellen. Leeft het gevoel ook bij jou dat mensen het niet als volwaardige kunstvorm zien? Ja. Zie Rami knikken? Ja, nee, zeker. Dat gevoel krijg je wel vaker mee. En ik vind het zo absurd, want ik denk, om een definitie van kunst te creëren waar games niet bij horen, moet je eigenlijk heel erg je best doen. Ja, leg uit. Nou ja, kunst is iets wat iets met ons doet, wat ons aanzet om te reflecteren op onszelf en op de wereld. In een uitingsvorm die iemand deelt met de wereld en op die manier communiceren we met elkaar. Tenminste, zo zie ik het. En je kunt dat niet zo inperken, dat idee, dat games er niet bij horen. Mm-hmm. Want games doen dat ook. Games zijn ook een uiting van mensen, een groep mensen, één persoon, wie het ook is die het maakt. Die probeert iets te delen, een gevoel of een ervaring met iemand anders. Waar jij dan als ontvanger en medespeler weer waarde uit kan creëren. Mm-hmm. En besef voor jezelf, een begrip over jezelf en over de wereld. Mm-hmm. Dus hoe is dat niet kunst?